Ik ben Jelle Somers, 18 jaar. Ik ben geboren in Lier. Ik woon ook in Lier. En ik ben een centrale verdediger. Ik heb vroeger gespeeld bij Boeghout. Daar ben ik begonnen. Heb ik mijn hele jeugdwerking bij Liers gespeeld. Na het faillissement ben ik 1 jaar naar Beerschot gegaan. En dan het jaar daarna terug naar Lierse Kempenzone. Tot nu. Oké, okay, jij bent een geboren en getogen Lierenaar. Dat wil zeggen dat jij ook hier jezelf snel in je sas zal voelen. Ja, als Lierenaar is het fantastisch om hier mijn club in Lier te spelen natuurlijk. Ik ben geboren in Lier, ik ken hier veel mensen. Op de tribunes ook. Ik heb spelers weten debuteren die nu hier spelen. Dus ja, het is alleen maar mooi, denk ik. Dat is het ook vooral. Hè. Normaal gezien vragen we wie ken je op het veld, maar jij kent ook heel veel mensen naast het veld. Hè. Ja, zeker en vast. Ik ging vroeger ook als kleine jongen altijd naar de Liers kijken. Ik ken heel veel volk, heel veel supporters die hier staan. Dus het voelt wel een beetje als thuiskomen. Je kent supporters, maar ook spelers van in die tijd van Liers. Hè? Ja, ik ging altijd naar Liers kijken. Dus een Koen Weuts, een Jason Adesanya, een Gianni Vets. En ik kan nog wel een paar opnoemen, denk ik. Ja, die heb ik altijd naar opgekeken. Dus nu met hun samenspelen is wel fantastisch. Zeg eens, hoe ben je bij Lira Liers terechtgekomen de afgelopen weken? Ik ben daar gecontacteerd door Frank Koenen. En ja, voor mij, ik wil bij een club in Lier spelen. En nu dat ik ga meetrainen en hopelijk spelen bij een A-kern, heeft mij wel de doorzet gegeven. Ja, want dat is het ook wel vooral. Hè? Je wil die stap van belofte naar een A-elftal nu wel zetten. Hè? Ik denk voor mijn eigen ontwikkeling is nu bij een A-kern trainen en oppikken van die gasten denk ik wel het voornaamste. En zo hopelijk verdere stappen zetten. Hoe heb jij de voorbije maanden, jaren beleefd als speler? Is dat vooral veel zien groeien of is dat toch ook wel echt ervaring opgedaan bij de grote jongens? Ik heb vorig jaar 3 maanden met de A-kern meegetraind in de voorbereiding van de Lierse Kempenzone. En ja, daar ook heel veel geleerd om met de jongens te trainen, te spelen. Maar dan na 3 maanden terug naar de belofte gegaan. En nu dus terug in de A-kern terechtkomen en dat is wel hetgeen dat ik nodig heb voor mijn ontwikkeling. Wat zijn volgens jou je grootste sterktes? Ik denk een voetballende verdediger. Ik probeer altijd uit te voetballen. En ik heb zeker mijn lengte mee, dus in de lucht ben ik ook wel zeer sterk. Ja, je zit hier in een selectie die al kwalitatief vrij sterk is. Het wordt meteen zaak om daar je mannetje te staan. Inderdaad, maar dat is alleen maar goed, denk ik. Met zo'n jongens, ik heb het al gezegd, met zo'n jongens, met zo'n kwaliteiten samen trainen, daar word ik zelf alleen maar beter van. Met Celteunen ken je al iemand binnen de kern. Zijn er nog jongens die je echt persoonlijk kent? Persoonlijk ken ik vooral de jonge gasten. Bint Reiniers, Paco van den Boogaard. Ze zijn zeer goede vrienden waar ik nog zeker mee optrek. En ja, Celteun ook. Train ik nu soms mee. En verder is een zeer goede vriend. Dus. Ja, voor jou mag het nieuwe seizoen snel starten? Ik ben er klaar voor. Ik heb er heel veel zin in. En laat er het beste van maken.